Hallo visvrienden. Ik sta hier op het strand van Katwijk. Het is ongeveer 6:30. Dus het is nog lekker rustig. En dat moet ook, want ik ga het werpen met een zeehengel. De hengel die ik daarvoor gebruik is de Ziplex ZF250. Met een Shimano molen, de 10.000. Ik gebruik als voorslag 70/100ste. En waarom? Omdat ik de off the ground ga gooien. Dus, en dan gebruik je minimaal 70/80/100ste voor. Als loodje gebruik ik 150 gram. De off the ground worp, dat is de voorloper van de pendelenworp. Dus als je de pendel of de off the ground worp goed kan gooien, dan kan je overgaan op de pendulum en dat doe je vanuit de lucht. Maar eerst off the ground. Kijk hoe ik sta. Ik rust eerst op rechterbeen. Zorg dat je goed stevig staat. Ja. Het loodje doe ik ongeveer bij mijn startoog. Het loodje doe ik opzij. Handen gestrekt. Lood naar achteren, 10 centimeter van de grond. Hou je hengel goed vast. Lood naar achteren. Steunen op de rechtervoet. Hengel top 10 centimeter van de grond af.